Hi, ik ben Tom Lassing. Als jij iets leuks wil doen voor het milieu, dan kan ik je één ding aanraden, dat is kippen nemen. Ik heb ze zelf ook. De dames staan hier naast me. En het voordeel van die kippen is dat als je tuinafval hebt, bijvoorbeeld gras of bladeren, dan kan je dat gewoon in je kippenren gooien. En die kippen die gaan daar doorheen. Ik zal even laten zien. Je ziet hier de resten van bladeren en gras. Nou, gras is ietsje langer geleden dat ik dat erin heb gegooid. Maar ik gooi dat allemaal bij mijn kippen. En die gaan het eigenlijk al voor composteren. Daarnaast poepen ze erin, dus dan komt er ook nog eens een keertje een stukje verrijkte mest komt er dan bij. En dat is het grote voordeel. Ik ga daarna met de kruiwagen erin en dat restant wat ze dan na een paar weken hebben gecreëerd, dat gaat de compostbak in. En dat is dan eigenlijk in een paar weken is dat al aarde. Nou doe ik er niet zo heel veel moeite voor, dus ik laat het wat langer in mijn compostbak zitten. Maar het is een enorm rijke aarde die je daar dan uitkrijgt. Verder is natuurlijk het voordeel dat je eieren krijgt. Het is nu net voor kerst en ik heb 5 leghennen. En ik had toch 2 eieren. Nou, ook in de bebouwde kom zou je dus prima met kippen kunnen werken. Maar alsjeblieft neem dan geen haan. Die is helemaal niet nodig. Maar die hanen maken te veel herrie. Dan krijg je ruzie met je buren. Die kippen, daar valt echt zat mee. En zou je een wat luidruchtigere kip hebben, dan vervang je die door een kip die minder herrie maakt. Als je dat op internet vraagt van wie er een kip wil ruilen omdat hij te veel herrie maakt, dan is dat meestal wel te regelen. Dus in die zin zou dat nog geen probleem mogen zijn. Dus ja, op zich, als je kippen neemt, je hebt ontzettend veel minder afval. Want ook je keukenafval kan je kwijt. Op het moment dat je gekookt hebt en er is wat over, of heb je gegeten en er is wat over, die kippen vinden het heerlijk. Nou ja, en de beloning voor jou is minder afval en meer eieren. Dus eigenlijk is het fantastisch. Normaal gesproken in de zomer leggen de leghennen iedere dag een ei. Ik heb dan uit Barneveld, dus die leggen dan 6 keer per week leggen ze een ei. Want op zondag leggen die kippen niet. Maar in de winter is het dan 1, 2, 3 dagen dat ze ongeveer een ei leggen. En vandaag had ik er dus 2 eieren. Misschien dat vanmiddag nog een eitje komt. Maar gisteren had ik er dan 4. En eergisteren had ik er 0. Dus je kan er geen pijl op trekken met die dames. Maar het is wel ontzettend leuk. Het zijn echt schatten van beesten. Je hebt een enorme beloning ervan. Zeker als je het milieu een beetje wil steunen. Het is wat dat betreft fantastisch. Dan laat ik erbij. Tot de volgende keer. Houdoe.